Des, vriend. Ja. Twee keer gescoord vandaag, wat heerlijk. Ja, dat is lange tijd geleden. Ja. Dus het was ook wel weer even, werd ook wel weer tijd. Ik moet toegeven, je had, ook in de eerste helft was je volgens mij ook de meest gevaarlijke speler, bal op de paal. Dan hadden we niet heel veel kansen in die eerste helft. Hoe keek jij naar die eerste helft? Ja, je weet dat Scheveningen gaat inzakken. Ja, je moet echt geduldig zijn en we speelden eigenlijk hun een beetje toch wel in de kaart. Dat we te veel door de as wilden voetballen. Waardoor we hun eigenlijk op de counter lieten spelen. En precies wat zij wilden. Ja. En ik denk dat we de tweede helft, ja, we spelen hun toch op een gegeven moment wel een beetje stuk. Dat ze de ruimtes niet meer kunnen belopen. Waardoor er meer ruimte komt. En ja, dan komt de 1-0 en dan weet je gewoon in zo'n wedstrijd dat er nog meer ruimte komt. Want ja, dan moeten zij. Want zij spelen gewoon op een gelijkspel. Ik moet toegeven, kan ik toch ook echt genieten van een creatieve deskunst. Ja. Ik vind het heerlijk om te zien, Des. Het is een tijd geleden, dus het was ook wel weer tijd. Ja. Dus, ik las op Twitter DOS-kunst. Ja. Ik vond het een leuke woordspeling, twee keer scoren. Ja, nee, het werd, wat ik zeg, het werd wel gewoon weer tijd. En laten we deze lijn gewoon volhouden. Ja. Volgende week Quick Boys uit. Wat zijn de wedstrijden voor de Katwijk supporters? Kijk, dat zijn de wedstrijden. En dan, je bent zo goed als je laatste wedstrijd, dus dat is prima wat mij betreft. Ja. Maar volgende week is gewoon een wedstrijd op zich. En dat is toch wel voor de supporters en voor ons ook de mooiste wedstrijd die we kunnen spelen uit en thuis. Ja. En ja, dat wordt gewoon een heerlijk genieten. Dus ik denk dat we vol vertrouwen dat potje ingaan. Nou, geniet van jouw winning in ieder geval en tot volgende week dan, Des. Dankjewel, man. Dankjewel.